1 seconde, want maar even de regel over de rode kaart uitgelegd. Dus die lees ik even terug. Dat willen we meteen horen zo. Arne, gefeliciteerd met de 3 punten. Vorige week was je ontevreden, logischerwijs, want jullie verloren ook. Hoe tevreden ben je vandaag over de wedstrijd die jullie hebben gespeeld? De wedstrijd, zoals zo vaak, bestaat uit twee helften en uit meerdere momenten. Ik was niet zo tevreden over onze veldbezetting in de eerste helft. De keuzes die we aan de bal maakten, de positioneringen die we hadden. En dan komen we ook nog vrij vroeg op een 1-0 achterstand. Ik denk een eerste echte serieuze kans die er dan gelijk ingaat. Ja, dat op zich is niet nieuw voor ons, maar is niet lekker als je vorige week ook al verloren hebt. Dan is de reactie denk ik wel goed geweest door vrij snel daarna de 1-1 te maken. En tegen 10 man heb ik eigenlijk gezien wat je hoopt te zien. Namelijk de bal hebben, lang rondspelen, je wacht op het juiste moment, veel kansen creëren. Wat je op zich normaal mag vinden als je 11 tegen 10 speelt en zoveel meer kwaliteit hebt dan de tegenstander. Maar wat je ook vaak genoeg niet ziet. Dus over dat uitspelen met 10 man ben ik tevreden. Maar ja, als je zo verschrikkelijk veel kansen mist, dan is dat niet het onderdeel waar je heel tevreden over bent. Dat het rendement dan veel hoger had moeten zijn met de hoeveelheid kansen. Dat lijkt me ook iets waar je in die tweede helft dan wel op terugkomt. Of? Ja, vergeet niet dat we vlak voor rust ook nog een enorme kans hadden. Dus, die stond op een lijstje, ja. Met een strafschop. Ja. Nee, ja, dat is... ja, kijk, als je natuurlijk altijd zoveel aanvalt en zoveel in de 16 komt, dan krijg je ook veel kans. Ik kan niet verwachten dat elke bal binnen gaat. Hè. Dus alleen, ik moet zeggen dat de afgelopen weken, maanden, ik best tevreden was over de conversie van het aantal kansen dat we hadden omgezet naar goals. Dat was iets waar we vorig jaar natuurlijk elke keer bijna over hadden, van ja, tegenstander 1 kans goal en wij maar kansen missen. En eigenlijk is dit voor de eerste keer dat ik zeg van, we hebben veel kansen gemist. Want de meeste wedstrijden die we gespeeld hebben, dan maakten we 4, 3, 4, 5 goals. Dus ja, dat kan je ook een keer overkomen. Maar ja, dan zit je toch nog wel eventjes zenuwachtig te zijn als in de 89e minuut zij een vrije trap krijgen. De strafschop en de manier waarop Giménez hem neemt bij, bij de stand ook die hij is. Wat vind je ervan dat hij deze keuze maakt? Nou, dat zegt in ieder geval dat hij heel veel zelfvertrouwen heeft. Op het moment dat je een strafschop neemt, dat je hem daarvoor kiest. Kijk, ik heb het net ook al twee keer tegen de collega's gezegd. Ik heb ooit met Pierre van Hooydonk gespeeld toen we bij een penalty serie bij NEC uitstonden. En hij net gestift had. Toen zei ik, jezus, dat je dat lef hebt. Toen zei hij, ja, maar elke keeper wil een penalty van Pierre van Hooydonk pakken. Dus ik ben ervan overtuigd dat hij de hoek in gaat. En zeker op een belangrijk moment. Dus dan is een stiftje of door de midden een goede keuze. Nou ja, dan kun je twee dingen doen. Of je stift hem of je schiet hem gewoon door de midden. En hij heeft ervoor gekozen om te stiften. Ja, dat als een penalty gemist wordt. En op zo'n manier is dat altijd een slechte keuze. Maar ik denk dat het veelzeggend was dat in de rust er geen opstand uitbrak. En dat heeft er denk ik alles mee te maken dat hij ons al zo vaak ook gered heeft. Door hele belangrijke goals te maken. Nou, ik hoop dat hij ervan leert dat hij dit niet weer doet. Maar het is niet uitgesloten gezien zijn zelfvertrouwen en gezien zijn stoïcijnsheid dat hij dit in de toekomst echt nog wel een keer weer gaat doen. Maar belangrijker of vervelender vind ik dat hij niet zijn twee beste wedstrijden achter elkaar heeft afgewerkt. Dus dat vind ik nog vervelender dat hij een strafschop mist. Ik kreeg net ook nog een appje dat ging erover of het dan ook rood zou moeten zijn. Wat was het verdict? Nee, die persoon zei van rode kaart overigens terecht, want de triple punishment principe is niet van toepassing. Ik dacht dat hij zei bij vasthouden of hensbal misschien ook. Volgens mij bij twee momenten en in dit geval was het dus vasthouden. Als je mij vraagt of ik dat een fijne regel vind, zeg ik nee. Vanavond wel hoor, maar in zijn algemeenheid vind ik, als je een strafschop tegenkrijgt, dan is het wel heel vervelend dat er nog een rode kaart gegeven moet worden. Maar gelukkig trad de VAR op en zei die van ja, scheidsrechter, kom even naar de kant. Want ja, hoe vervelend ook, de regel geeft wel aan dat je hier rood voor moet geven. Als laatste, jullie gaan nu naar Rome. Mats Wiever is er vandaag niet bij, is ziek. Hoe ziek is hij met oog op die wedstrijd van dinsdag? Wat is je verwachting? Ja, dat is altijd heel moeilijk te zeggen, want gisteren was hij nog gewoon helemaal goed. En dus je weet nooit als iemand grieperig wordt, hoe dan het vervolg daarvan is. Dus dan zullen we morgen weer horen hoe fris en fit hij zich morgen voelt. Maar hij was vandaag niet goed genoeg om mee te kunnen naar Waalwijk. Speelt ook mee dat jullie voorzichtig zijn. Eigenlijk sinds corona zijn alle clubs dat nog meer, dat ook met verkoudheid en dergelijke. Blijf weg bij die groep.
dat nu ook, of is het echt ziek? Nou, in eerste instantie moet je gewoon beoordeeld worden van ben je fit genoeg om te spelen. En daar was het antwoord nee op. En als het antwoord een ja op was geweest, dan had je misschien een discussie gehad van ja, ga je hem in een bus zetten als je nu moet rijden, waarbij de kans bestaat dat meerdere jongens grieperig worden. Maar die keuze hoefden we niet te maken omdat hij gewoon niet fit genoeg was om te spelen.